De masterclass uw bedrijfsadministratie en wat komt er op u af? Mijn naam, Dr. Anders Lisette van Holmberg AA, gestudeerd Erasmus Universiteit en mijn accountantstitel behaald. Ik heb mij gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf en dan eigenlijk meer in het kleinbedrijf als in het middenbedrijf. Ik heb mijn eigen kantoor in het altijd pittoreske Feyenaard. Ja, we beginnen om mensen te lachen, ha, gezellig. Zelfstandig werkend accountant met een aantal collega's. En naast mijn accountantskantoor heb ik nog wat andere activiteiten. Waaronder een handelsmaatschappij, sportwinkeltje, hobbywinkeltje en een bonbonatelier. Dit is gewoon een kwestie van goed personeel. Ja, het is heel druk nu hoor met Sinterklaas, geloof me. Ik sta hier als vertegenwoordiger van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. Dat zijn alle accountants bij elkaar in Nederland. En waarom sta ik hier? Om jullie voorlichting te geven als starter zijnde. Om jullie te behoeden voor de valkuilen. De tipjes en de trucjes mee te geven. En jullie een beetje wegwijs te maken in administratieland. Nu we weer beperkt zijn in ons clubje. Heb je een vraag? Stel hem. Interactie is altijd leuk. Vergeef me als ik niet heel erg casusspecifiek een antwoord erop kan geven. Er kwam net een mevrouw beneden naar me toe. Ja, ik ga een kinderdagverblijf beginnen of een gastouderopvang. En ik ga mijn woning daarvoor verbouwen en een eigen ingang. En ik zei, nou, misschien moet je even met je tekeningen bij mij op kantoor langskomen. Om te kijken of dat het dan wel of niet aftrekbaar is. Of dat we wellicht misschien iets kunnen gaan regelen met de belastingdienst. Dat is echt casusspecifiek. Goed. Waar gaan we het over hebben? Wat komt er op u af? Welke verplichtingen heeft u als ondernemer? Waar let u op bij het voeren van een goede administratie? Wat kunnen wij als accountant daarin voor u betekenen? En mocht u achteraf nog vragen hebben of tussentijds, stel ze gerust. Zo, dat is nogal wat, hè? Wat er op u afkomt. Hoe kom ik aan klanten? Ik doe niet aan netwerken. Ik ga niet naar netwerkbijeenkomsten. Ik adverteer niet. De mooiste reclame die mensen voor mij kunnen maken is zeggen, joh, mijn accountant, die heeft me een paar tips en trucs gegeven. Ik heb ook nog wat kinderen, dus ik heb er ook niet altijd heel veel tijd voor om te gaan netwerken. Maar voor jullie is dat wellicht heel anders. Ik begin een webwinkel. Hoe kom ik aan klanten? Facebook, internetmarketing, Google, hoog in de ranglijsten. Maar misschien ook wel een fysieke advertentie. Wees je bewust van je klantengroep. Welk tarief? Ja, zorg dat in dat tarief alles verdisconteerd zit aan kosten wat je hebt. Kijk, verkoop jij een product, een brood, dan is misschien de standaardmarge daar 200%. Dus ik bak het voor 1 euro en ik verkoop het voor 2 euro. Aan die informatie kan je natuurlijk heel makkelijk komen, bijvoorbeeld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Cijfers en trends van de Rabobank, brancheorganisaties, die kunnen je er helpen. In wat voor tarief moet ik berekenen? Maar misschien wil je wel heel exceptioneel zijn in die markt en juist een heel ander tarief. Een standaard ICT'er kost 120 euro. Ik doe het voor 80. Want ik heb als doelstelling om... Vul het maar in. Hoeveel kosten ga ik maken? Ja, bij dat broodbak is dat vrij simpel. Meel, gist, zout, water, elektriciteit van de oven. Dat zijn ook kosten. Maar hoeveel kosten maakt nou een accountantskantoor? Een hele andere benadering. Hoeveel kosten gaat een webwinkel maken? Ja, niet zo heel veel, want die kunnen dat bij wijze van spreken op de bank doen. Maar die hebben misschien weer heel veel opslagruimte nodig. Dat gastouderbureau, ja, die gaat wel wat andere kosten weer maken. Want die moet misschien de kinderen ook wat te eten en te drinken geven op zo'n dag. Wees je bewust van je kostenstructuur. Heb ik een website nodig? Komma, ja. Iedereen heeft een website nodig. Als iemand iets zoekt, heb je hem nou overtuigd of overtuig ik hem nu? Ik zie jullie zo leuk naar elkaar klikken. Dat zei je nou, dat zei ik toch? Ja, je hebt een website nodig. En misschien heb je ook nog wel veel meer nodig als alleen een website. Denk aan het bekende social media op dit moment. Ik heb met mijn accountantskantoor geen Facebookpagina. Maar wel een LinkedIn-profiel. En vorig jaar tijdens de startersdag heb ik een aantal verzoeken via mijn LinkedIn-profiel binnengekregen. Van, joh, ik heb jou daar toch gezien? Kan jij nog eens vertellen dat? Voor mijn andere activiteiten
staat niet eens op mijn LinkedIn-profiel. Daar zit ik mee op Facebook. Daar gebeurt het. Voor die activiteiten. Dus wees je bewust van waar je die website voor nodig hebt en wat je ermee gaat doen. Hoe vinden klanten mij? Accountantskantoor. Mond-op-mond reclame. Jij vertelt, joh, Lisette, daar moet je naartoe. Of Piet, Klaas, Jan. Webwinkel. Ja, jeetje, hoe vinden die klanten mij? Ik ga een autogarage beginnen. Nou, dat zien we dan wel, dat je daar zit. Maar dan nog moeten mensen eerst wel zien dat jij daar zit. Dus moet je wel iets op de gevel plakken misschien. Hoeveel belasting ga ik betalen? Geen idee. Belastingdruk is voor ieder jullie afzonderlijk anders. En dat is niet zozeer omdat Nederland jullie vindt dat iedereen uniek is. Nee, het is afhankelijk van jullie privésituatie. Heb je een eigen woning? Heb je een partner? Heb je kinderen? Heb je misschien een grote erfenis gehad waardoor je vermogen hebt? Ben je misschien wel een buitenlander met een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland? Het kan van allerlei factoren zijn die van invloed zijn op het feit hoeveel belasting ga ik betalen. Hoeveel kan ik opnemen vanuit mijn onderneming? Moet misschien niet de vraag zijn. Moet eerder zijn, hoeveel heb ik nodig privé om in ieder geval normaal te kunnen leven? Want in het begin van de periode dat je begint als ondernemer zal het echt geen hosanna zijn. Dat is een kwestie van alles wegbezuinigen wat je weg kan bezuinigen om te overleven en te zorgen dat die zaak een succes gaat worden. Hoe zorg ik dat ik een juiste aangifte ga doen? Als je personeel in dienst gaat nemen, loonbelasting. Ga je producten, diensten leveren als zijnde een belaste ondernemer, moet je btw-aangifte doen. Je aangifte inkomstenbelasting verandert. Ga je in de besloten vennootschap ondernemen, zal je ook nog eens een keer vennootschapsbelasting aangifte moeten doen. En verandert ook die aangifte inkomstenbelasting nog eens eventjes, want je krijgt er nog een extra gedeelte bij. Administratie en boekhouding. Net heel treffend in de stand zei er een mevrouw, ja, ik wil pedicure worden, maar al dat geneuzen van ondernemen, dat krijg ik er gewoon gratis bij. Dat klopt. Ieder ondernemer krijgt die hele administratieve romslomp er gratis bij. Heb ik een accountant nodig? Nee. Maar ik zou het wel doen. Kom je zelf uit de financiële wereld? Ja, dan heb je mij niet zo hard nodig. Maar heb je geen kaas gegeten van boekhouden? Geen kaas gegeten van financiën en van fiscale aangiftes en van wetgeving? Probeer het niet zelf. De kans in Nederland dat je gecontroleerd wordt door de Belastingdienst is ongeveer 1 keer in de 43 jaar. Maar het zal maar net die 1 keer in de 43 jaar zijn dat ze bij jou komen. Dan heb je echt wel serieus een probleem als het niet op orde is. Je kan niet alles weten. Ik zal je zeggen, de derde dinsdag van september is bij ons altijd een uitdaging. Er worden alle nieuwe fiscale wetjes en regeltjes bekendgemaakt. En dan gaan we puzzelen. Gaan we de hele klantenlijst door. Wie, wat, gevolg. Bij jou, oké, moeten we dit doen. Gevolg daar, oh, moeten we misschien wel dat doen. Het is zelfs een keer voorgekomen dat en masse alle accountants in Nederland de vakantie hebben geannuleerd in de zomer. Omdat een of andere hooggerechtshof een bijzondere uitspraak deed in een zaak Charles Tijmen. Waardoor de B2 op een woonhuis ineens aftrekbaar werd. Ja, dat was nog leuk in de goede tijd dat iedereen een nieuwbouwhuisje neerzette. Dat was voor ons een heleboel werk, maar je moet dus wel direct inspelen op dat soort situaties. Heb jij op dat moment geen accountant die dat oppakt? Kan het je veel geld kosten? Hè, dat ondernemersplan. Je ziet al sommige mensen zuchten. Moet dat nou echt? Ja, dat moet. Moet het 35 kantjes zijn? Nee, dat moet niet. Maar structureer je ideeën. Wat ga ik doen? Waarom ga ik dat doen? En hoe ga ik dat doen? Kernwoorden, klein uitschrijven. Laat het eens lezen aan iemand die het ook snapt wat je gaat doen. Leg het eens weg. Pak het nog eens terug. Wees jezelf bewust van die onzekere toekomst. Want je hebt natuurlijk een briljant plan. En dat gaat slagen, ben ik heilig van overtuigd. Maar misschien nou net niet al de komende 2 maanden, maar pas over 1 jaar. En kan je dan dat jaar overleven? Heb inzicht in je financiële resultaten. Becijfer, bedenk, wat moet mijn omzet zijn? Wat zullen mijn kosten gaan zijn? Hou ik nog iets over? Kan ik daarvan leven? Inzicht in realisatie van de wensen en de ideeën. Ikzelf ben tennisscheidsrechter. En dan sta ik altijd op het ABN AMRO tennistoernooi in Ahoy.
als scheidsrechter. Ja, dat doe ik ook nog, multitasking. En dan zijn er, dat is altijd een heel mooi voorbeeld, er zijn er van die tennissers die zeggen, aan het eind van het jaar wil ik in de top 50 staan. Nou, als die dan nu in de top 100 staat, is dat best een reëel plan. Aan het eind van het jaar wil ik in de top 10 staan. Het begint al wat minder reëel te zijn. Dus stel jezelf reële, haalbare doelen. Ik begin een bakkerij en ik wil binnen een jaar 25 vestigingen. Dat voelt niet goed. Ik begin nu een bakkerij en volgend jaar wil ik er 2 vestigingen bij hebben. Dat is veel reëler en dat kan je ook veel beter plaatsen. Dat is ook veel beter haalbaar. En wie zegt je dat je het nooit hoeft bij te stellen? Dat kan natuurlijk, hè? Na een half jaar onderweg, we hebben er al 3. Oh, nou, dan wil ik er 5 aan het eind van het jaar, bijvoorbeeld. Structureer je hoofd vol. Want ondernemers, dat is een mooie uitspraak. Het is hier geen zootje. Het ligt hier vol met ideeën. Dat zijn natuurlijk die ondernemers. Zo ideeën helemaal vol natuurlijk. Ondernemersplan. Persoonlijk en uniek. Waarom heb jij nou dat briljante idee? Overtuig. Maar misschien ook overtuig jezelf. Alle relevante informatie heb je op een rijtje staan. Het vergroot absoluut je kans op succes. Het kost even tijd. Maar er wordt iets geboren. Iets wat van jou is, iets wat uniek is. Nou, welke onderdelen zitten daar dan in? Wie ben je? Waar woon je? Dat soort gegevens. Opleiding en ervaring. We gaan weer even bakken. Bakkerij. Ik ben fysiotherapeut van huis uit en ik begin een bakkerij. Ja, precies. Dat is misschien dan niet helemaal dat die opleiding en ervaring strookt met wat jij wil gaan doen. Motivatie en de doelstellingen. Op het moment dat ik een startende ondernemer aan mijn bureau krijg en die komt met zijn ondernemersplan, dan kijk ik eerst naar die motivatie. En die doelstellingen, ja. Is het nou zo? Wil je dat nou echt of heb je het heel mooi verwoord? Dat haal je er echt zo uit. Waarom kan jij het? Waarom ben jij de persoon die dat nou juist wel kan? En waarom kan een ander dat niet? De organisatie. Je rechtsvormkeuze. Dat is zo'n casusspecifieke die lastig te beantwoorden is. Veel starters zullen starten in de eenmanszaak. Omdat ze dan veel fiscale voordelen hebben. Vrienden onderling, partners onderling zullen veelal in de vennootschap onder firma starten. Denk hierbij even aan het goed in elkaar getimmerde firmantencontract. En tegenwoordig met de FlexBV voor een euro heb je een besloten vennootschap. Is ook een keuze. Dus straks kwam er weer iemand naar me toe die zei van ja, maar ja, pas als ik 140.000 euro omzet, heeft het echt zin om een BV te beginnen. Daar ben ik het nooit zo mee eens. Want dan rekent men, in dat soort modellen, met iedere euro die ik als winst overhoud, die moet ik ook helemaal op mijn privérekening hebben staan. Daar ben ik het nooit zo mee eens. Simpel en alleen om het feit dat ik zeg van ja, ik ben ondernemer, ik heb geen pensioen. Ik zal daar zelf iets voor moeten verzinnen. Dus laat al die euro's maar lekker in de BV zitten, want dan rendeert het tenminste nog een beetje. En kan ik het ook terug investeren in andere activiteiten. En, even niet leuk, maar in Nederland kan je het beste doodgaan met al het geld in de BV. Dat is voor je nazaten perfect. Want die hoeven tenminste geen erfbelasting te betalen. Krijgen zo gratis hop die aandelen in. Kunnen ze vereffenen en klaar. Maar dat is even niet leuk. Maar kom goed. Hoe ga je administratie en belastingen doen? Weet waar je rekening mee moet houden. Ga je invoeren vanuit China. Dumpbelasting. Invoerrechten. Douanegezooi. Ga je vanuit Amerika. Ook invoerrechten. Ga je juist naar het buitenland toe? Moet je ook weer van alles voor regelen. Dus wees op de hoogte van de verplichtingen. Marketingplan. Mijn doelgroep is heel Nederland. Een ruim begrip, hè? Zo'n 15, 16 miljoen Nederlanders. Dat kan als je een webwinkel begint. Maar met een bakkerij zou je misschien moeten zeggen, mijn doelgroep is de gemeente Moerdijk. Of de gemeente Etten-Leur, of misschien nog wel gemeente Etten-Leur, specifiek wijk. Ik ben niet zo bekend in deze contraien. De doelgroep, wie is nou mijn doelgroep? Ik begin een sportwinkel, prima. Wat ga je verkopen? Ja, alles. Dat is best heel veel, want er zijn wel een partij sport in dit land.
Misschien moet je je specificeren in voetbal en tennis. Of in racketsport. Of in balsport. Kader jezelf in. Wees je bewust van je doelgroep. Je kan niet iedereen bereiken. Dat willen we natuurlijk wel. Maar dat kan niet. Zelfs de HEMA bereikt niet iedereen. Concurrenten. Breng in kaart wie je concurrent is. Waarom is die mijn concurrent? En kan ik er mijn voordeel mee doen dat die concurrent is? Ik geef ook wel eens gastles op een hbo-school. En dan hebben we een hele mooie casus. Het heet Hotel Jai. Hotel Jai die doet het niet zo goed. Hoe gaan we daar de inkoopkosten verlagen? En dan zie je heel die studenten. Moeilijk. Ja, ik weet niet. Ik zeg, nou, we gaan samenwerken met een andere hotel. Nee! Iedereen in de achterste stand. Nee, dat doen we niet. Want dat is samenwerken met je concurrent. Dat kan niet. En dan leg ik ze uit. De familie van de Valk. Wie kent ze niet? Groot geworden door inkopen met elkaar. Goeie kennis van mij, Freek van de Valk. Hotel Ridderkerk. Erg mooi. Die koopt in samen met zijn nichtjes en zijn neefjes. Oh ja. Waarom? Nou, iedereen heeft gezien hier bij de ingang wat daar stond. De ingang van toen we de school binnenkwamen. Wat stond daar buiten op straat? De macro gratis reclame is er ook weer gelukt. Het blijft wel hangen, hè? Zo simpel kan het zijn. Die zijn dus echt letterlijk collectief naar de macro gegaan. En die hebben gezegd, zo meneer macro. 25 miljoen op jaarbasis. Hoeveel korting krijgen wij? Oh ja. Dus soms kan het best wel eens heel handig zijn om met je concurrent samen te werken. Bedrijfsformule, omzetschatting. Wat maakt jou uniek? Waarom zou ik bij jullie die dienst moeten afnemen? En maak een schatting van je omzet, want daar kan je dan ook weer je kosten aan relateren. Haal die omzetschatting ook bij bedrijfsgegevens vandaan van de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld. Cijfers en Trends, Centraal Bureau voor de Statistiek en dergelijke. En dan hier begint, zeg maar, waar wij wat dan zinnigs over kunnen zeggen. Investeringsplan, financieringsplan. Wat heb ik nodig om te starten en hoe ga ik het betalen? Betalen met derde krediet, betalen met eigen geld, misschien risicodragend kapitaal verkregen bij anderen, tante Agaat-leningen bijvoorbeeld. Ja, ik heb het niet verzonnen, die naam hoor, echt niet. Een exploitatiebegroting, dus wat ga ik omzetten per maand? Wat zijn mijn kosten per maand, dus wat hou ik over? Liquiditeitsbegroting, vaak verwarring. Liquiditeit is hetzelfde als exploitatie, nee. Er zijn een aantal kosten die geen uitgaven zijn. Want die waren bij je investering al uitgaven. Bijvoorbeeld, je koopt 5 nieuwe computers om te kunnen gaan werken. Die betaal je op moment 1. Die ga je afschrijven over een meerdere aantal jaren. Dus die zitten wel in je exploitatie als zijnde kosten. Maar het geld gaat niet van je bankrekening af. En die privéuitgaven. Heb voor jezelf in kaart wat je nodig hebt. En hou daar ook rekening mee dat er ook gewoon nog wel geld in je onderneming achterblijft om te kunnen investeren in nieuwe projecten. Om een beetje vet op de botten te kweken voor als wij in dit land in een crisis belanden. Het belang van een goede administratie. Artikel 1 van ons burgerlijk wetboek. Gij behoort de wet te kennen. Gelukkig kent niet iedereen de hele wet. Maar kennen wij de wet wel ten aanzien van de fiscale vereisten en de administratieve vereisten? Je moet daaraan voldoen. Hoe groot of hoe klein je nu ook bent. Als je een goede administratie hebt, heb je inzicht in je omzet. Als ik geen omzet maak, maak ik ook nooit winst. Maak ik misschien wat te veel omzet? Groei ik te hard? Moet ik er personeel bij nemen? Ik kan het niet meer aan. Ik werk me eigenlijk helemaal suf. Dat weet je als je inzicht hebt. Kosten. Ik verkoop iets met een marge van 50%. Maar ja, we doen ook wel eens een aanbieding en we doen wat uitverkopen. En nou, er kwam nog eens iemand langs, die vond ik lief, die gaf ik ook wat korting. En uiteindelijk is mijn marge misschien maar 30%. Doe ik het dan goed? Moet ik misschien wel meer marge maken? Want ik maak te veel kosten. Beheers je kosten. Leg je kosten ook wel eens naast je prognose. Joh, ik had vooraf bedacht dat mijn inkoopkosten 50% van mijn omzet zouden zijn. Is dat zo? Ik had bedacht dat mijn autokosten 3000 euro op jaarbasis zou zijn. Ik ben nu 9 maanden onderweg en ik zit op de 4,5. Ja, ik heb 6 ton meer omzet gemaakt. Oh, nou, dan is het verklaarbaar, die stijging. Maar het gaat helemaal slecht. Wat ben je dan aan het doen? Werkelijke cijfers versus de prognose. Stel je prognose gewoon bijna een aantal maanden. Er is niks mis mee. Bewaking van de tijdige betaling van klanten.
Zucht, zucht, steun, steun. In Nederland is het betaalklimaat dramatisch verslechterd. Het leveren op rekening betekent werk erbij. Zorg dat je je geld op tijd binnenkrijgt. Zorg dat die mensen betalen. Vertrouw je het niet, neem misschien een kredietverzekering die je kan checken. Van joh, die klant, staat hij ervoor? Gaat hij mijn rekening op tijd betalen? Als hij niet op tijd betaalt, is die dan verzekerd bij jullie? Kost geld. Het is een verzekering wat je afdekt. Ben er wel van bewust en mee bezig. Ja, en die goede administratie is een basis voor de jaarrekening en de fiscale aangifte. Want iedereen moet aan het eind van het jaar weer netjes zijn aangifte, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting invullen. En dat is het een basis. Samengevat. De administratie is de thermometer van je bedrijf. Als die uitslaat naar boven, dan gaat het over het algemeen wel goed en loopt het allemaal wel los. Maar slaat die uit naar beneden, dan moeten we heel hard ingrijpen. Maar ja, jullie zijn toppers, dus dat komt helemaal goed. Zoveel administratie. Dat is best veel. Financiële administratie, alle mutaties. Inkopen, verkopen, bank, betalingen, kosten die je maakt. Gewoon de staat van bezittingen, een balans. En het resultaat van de omzet en de kosten zijn de winst- en verliesrekening. Vanuit die financiële administratie ontstaat er een debiteurenadministratie. Dat is feitelijk een specificatie van de post. Hoeveel krijg ik nog van mijn klanten? En als je dat in een leuk, goed financieel pakket neerzet, kan je daar allerlei rapportjes uitdraaien. En dan zie je ook welke klanten hebben nog niet betaald. Van wie krijg ik nog geld? Hoe lang moet ik nu nog op mijn geld wachten? Ik ga ze aanmanen. Ik ga ze een vriendelijk mailtje sturen van, joh, wat dacht je ervan? Hetzelfde bij de crediteurenadministratie, alleen dan moet jij betalen. Dus zou je bijvoorbeeld kunnen draaien in het rapport. Openstaande posten ouder dan 30 dagen, want die moet ik deze dag gaan betalen. BTW-administratie. Op het moment dat je een belaste prestatie verricht, en over het algemeen in Nederland is alles belast, tenzij het school of geneeskunde is, zou je die BTW aan het eind van het jaar, of aan het eind van het kwartaal, of als je heel goed draait aan het eind van de maand, moeten betalen. Dan moet je daar wel rekening mee houden. Je kilometeradministratie. Ja, maar ik rijd met mijn eigen auto en ik declareer wel 19 cent per kilometer. Dat is niet genoeg. Als je belaste prestaties verricht en dus btw-plichtig bent, kun je op basis van een deugdelijke kilometeradministratie ook een percentage van je inkoop BTW op die autokosten terugvragen. Ik zie iemand heel moeilijk kijken. Casu quo, dat betekent, ik rij bijvoorbeeld in een jaar 65% zakelijk. Dat kan ik aantonen middels die zakelijke kilometer, of die volledige kilometeradministratie. Daarnaast heb ik alle tankbonnetjes bewaard. En alle bonnen van de onderhoud bij de garage en de bandenwissel en de nieuwe banden en de ruitenwissel, vloeistof en heel de mikmak. Dan kan ik op basis van die twee administratietjes 65% van die totaal betaalde inkoop BTW zo terugkrijgen. Wordt het ineens toch nog leuk bij die belastingdienst. Dat is even een beetje. Die 19 cent wordt overigens geacht te zijn inclusief parkeerkosten, inclusief tolkosten. Ja, vervelend hè? Ja. Nee, dat klopt. Nee, kostendekkend was het ook niet meer. Loonadministratie. Op het moment dat je personeel neemt, ben je verplicht een loonadministratie aan te leggen. Schoenmaker blijft bij je, leest besteed het uit, tenzij je er ooit uitkomt. Uit de HR-wereld en dergelijke. Het bijhouden van een agenda staat in mijn rijtje van administraties. Nou ja, ik zie je heel verbaasd kijken. Als startende ondernemer heb je namelijk recht op een extra aftrek, de startersaftrek. Als zelfstandig ondernemer heb je recht op de zelfstandige aftrek. Maar, het zal Nederland niet zijn als er geen maar aan vasthing. Dan moet je voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat je op jaarbasis minimaal 1225 uur besteed moet hebben aan de onderneming. Lees wel, vandaag is ook 8 uur hard werken. Inschrijven op de website was ook nog. Je moest er ook nog naartoe rijden, de andere uren. Dat wil de Belastingdienst wel even zien, dat dat klopt. Hoe toon ik dat aan? De agenda. Mag ik hem digitaal bijhouden? Ja. Moet ik hem uitprinten? Ja.
Ja, sorry, ik heb het niet meer. Mijn laptop is gecrashed. Ja, lach maar de Belastingdienst zegt al meteen: ja, dat is niet mijn probleem. Als jij het niet kan aantonen, gaat er zo met een mooie rode stift een kras doorheen. Het scheelt je zo'n 9000 euro op jaarbasis. Kan je wel even voor printen, toch? Kasadministratie. Normaal is er dan altijd iemand die zegt: ik heb geen kas. Nou, hier. Nee, nog niet. Maar dan zijn er van die mensen die zeggen: ja, maar ik doe alles pinnen in dit pintijdperk. Dat is heel mooi. Precies. Haal 50 euro uit de muur. Stop hem in een envelopje. Koop 3 keer een postzegel en 1 keer een parkeerkaartje ervan. En we hebben een kas. De Belastingdienst stelt zich nog altijd op het standpunt: we hebben kas. Nou, als zij dat graag willen, dan zorgen we dat er een kas is. Prima. Zijn we er al moe van? Gaan we nog starten? Zeker. Ja, tuurlijk. Het urencriterium, is dat om in aanmerking te komen voor het voor de statusaftrek of zelfstandig? Beide. Ja. We nemen het tegenwoordig met een klein korreltje zout. Dat ze zeggen: meer dan de helft van je beschikbare werktijd moet je besteed hebben aan de eigen onderneming. Maar toon het maar aan met uren, want dan zijn ze blijer. Ze willen het gewoon keihard op papier hebben. Kijk, en tuurlijk, op het moment dat je natuurlijk helemaal volledig gestart bent en je haalt gewoon 80.000 euro winst, is er niemand die daar moeilijk over doet. Want dan ziet iedereen: je bent ondernemer. Maar met name in de situaties dat je dus begint en misschien nog 3 dagen bij je werkgever in dienst blijft, want dat is veilig, dan heb ik tenminste mijn basisinkomen en daarnaast ga ik starten. Hou het bij. Wees daar heel alert in. Lezen vakliteratuur is uren. Administratie is uren. Dus je komt er wel makkelijk, maar hou het bij, bewijs het. En bewaar het. 7 jaar lang. Minimaal. Even een vraag stellen. Ja, dat over die leden zijn per kilometer, maar mag je niet gewoon meer rekenen? Ja, maar dan moet ik het bruteren. Ja, oké. Okay. Als u meer dan 19 cent aan uzelf uitkeert, dan moet het meerdere gebruteerd worden als loon. En in het ergste geval 52% loonbelasting. Okay. Misschien volgend jaar 48. Ja. De lobby in Den Haag is in volle gang, maar ja, je weet het niet. Checklistje. Scheiden van privé en de zaak. Hou privé privé en hou de zaak de zaak. Met name in het geval van huwelijken. Nu zijn we vriendjes, maar misschien volgende week niet meer. Regel het. Ja, je kijkt nou wel heel lief naar rechts, maar regel het. Ik ken de situaties dat mensen dus besloten vennootschappen hadden. Stigmatisch, de man in dit geval verdiende miljoenen. De vrouw ging er met de postbode vandoor en eiste de helft van zijn miljoenen op. En hij kon betalen. Niet doen. Regel het. Desnoods een flitsscheiding en terug trouwen op huwelijkse voorwaarden. Regel het. Doe je dat ook, flitsscheiding? Nee, ik was geen advocaat. Ik ben wel bijna meester in de rechten, maar dat gaan we niet doen. Openen van een zakelijke rekening. Hou de financiën gescheiden. Oftewel, betalingen die betrekking hebben op de zaak doen we vanaf de zakelijke rekeningen. Betalingen die binnenkomen vanaf de zakelijke rekening, die komen daar binnen omdat dat zakelijke betalingen zijn. En heb ik geld nodig privé om de hypotheek te betalen, de boodschappen of het abonnement op de krant, boek een maandelijks bedrag over naar jullie privérekening. Wij hoeven het niet te zien. Wij hebben alleen maar belangstelling in die zakelijke rekening. Maar dan kan je het ook mooi scheiden. En dan zie je zo: ik heb nog 5000 euro op mijn zakelijke rekening staan. Daar moet ik deze maand mee doen. Wat wilt u en kunt u zelf gaan doen? Doe zoveel mogelijk, dan hoef ik niet zoveel te doen. Maar wees alert. Ik ga zelf boekhouden. Ja, dat is prima. En ik kan iedereen leren in welk vakje hij wat moet invullen. Maar wat het systeem op de achtergrond met die ingevoerde data doet, dat is wel eens even lastig te doorgronden. En het gebeurt daardoor wel. Iemand die doet zijn administratie zelf. En die heeft in januari een keer een paar laptops gekocht. 2200 euro. Totaal. En het jaar daarna, in januari, komt hij met zijn administratie. Zo, Lisette, maak je er wel wat moois van? Tuurlijk. Hij zegt: joh, ik heb vorige week nog een mooie laptop gekocht. Oh, wat voor? Ja, het was 800 euro. Zo, dat is mooi. Had hem nou maar in december gekocht. Ja, hoezo dan? Ik zei: nou, dan had de Belastingdienst 28% meebetaald. Dat zijn de investeringsaftrek.
En dat was weer zo'n akkefietje. Hij deed het zelf, overlegde niet. Hup, 28% nagenoeg die hele laptop gratis zo de prullenbak ingegooid. Ander verhaaltje, BTW. Startende ondernemers, kleine ondernemers, hebben recht op de kleine ondernemersregeling. Dat betekent dat je ongeveer de eerste 1200 euro van je BTW niet hoeft te betalen. En daarna tot een tarief van 1800 een bepaald percentage. Als je dat niet weet, omdat je zo eigenwijs bent om alles zelf te doen. En jij gaat op 28 december een factuurtje sturen van een paar honderden euro's. En je komt daarmee net over die grens van 1200 euro, kan je al die 1200 euro's betalen aan BTW. Terwijl als je die factuur op 2 januari had gemaakt, had je 1200 euro in je zak gehouden. Kleine tipjes en trucjes, daarom een accountant. Afhankelijk van wat je zelf wil gaan doen, kies je ook de vorm hoe je het wil gaan doen. Breng je gewoon ieder kwartaal de administratie naar de accountant en laat die het verwerken. Krijg je netjes je uitrij, omzet, kosten, let op, let op. Of ga je alles zelf doen en kom je één keer per jaar langs bij die accountant, dan kan die niet zo heel veel meer bijsturen. Kom je bijvoorbeeld 2 keer per jaar, kan je al wat meer bijsturen. Kan je al wat meer inspelen op de tipjes en de trucjes. Hou het bij. Tip 5. Markeer hem, onderstreep hem, maar doe het. Hoe vaak wij niet gaan bellen in de kwartaalmaanden als de BTW-aangifte gedaan moet worden. Je administratie. Bijna bij. Volgende week. Ja, ik heb het echt heel druk hoor, maar ik heb er echt geen tijd voor gehad. En het wordt steeds dichter naar die deadline en naar die deadline. En dan zijn ze te laat. Je overziet het niet meer als je het 1 keer per kwartaal doet. Je hebt ook geen idee van je klanten. Wie moet er nou nog gaan betalen? Krijg ik nog geld binnen? Moet ik nog betalen? Wekelijks is heel netjes. Doe het 1 keer in de 2 weken, is het ook prima. En laat het periodiek nakijken. Als je ervoor kiest hier om het zelf te gaan doen. Overleg, bel, mail. En nee, wij zijn geen advocatenkantoor waar als je belt iemand op de stopwatch drukt en 6 minuten in rekening brengt. Nee, zo werk ik niet. En de meeste van mijn collega's ook niet, die ik dan ken. Ik bedoel, ik ken ook niet iedereen in mijn wereldje. Wij zijn de financiële huisarts van uw onderneming. Heeft u pijn in uw knie, ga je naar een huisarts toe. Ik ga een laptop kopen. Zal ik hem nu kopen of zal ik hem volgend jaar kopen? Het is misschien een belletje van 3 minuten of een mailtje op dinsdagavond om 12 uur van 1 seconde. Maar het kan je heel erg behoeden voor. Welke vorm? Uitbesteden en zelf doen. En met 20.000 verschillende tussenvormen erbij. Mijn kantoor is full service. Je kan bij mij alle kanten op. Wij doen zelfs factureren voor klanten. Dan heb je eigenlijk alles uitbesteed. Je kan 1 keer in de maand langskomen met je administratie. Dan wordt het geboekt. Je kan het 1 keer per jaar laten verwerken. Je kan het ook helemaal zelf doen. Hè. Er zijn allerlei web-based applicaties waarin je dan je eigen administratie kan voeren. Dan kunnen we het ook voor je nakijken. En dan kan je ook wat direct erbij sturen, hè, als je een gezamenlijke inlog daarvoor neemt. Ja, en kom je uit de financiële wereld, ja, dan heb je hem misschien helemaal wel niet nodig en dan kan je het prima zelf. Maar ja, het verandert nog wel eens, dus dan, ook daar moet je dan wel weer mee uitkijken. Ik had nog een schoenendoos staan, mooi, een Nike Santiami zit er daarin. Ik denk, maak ik een leuk fotootje van. Het ordnerprincipe. Dat is niet heel ingewikkeld, maar het geeft wel hele goede structuur aan je administratie. Permanent dossier, je inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een oprichtingsakte van de notaris, de toekenning van je fiscale nummer door de Belastingdienst, controlerapporten die er zijn geweest van een Belastingdienst, een UWV of dergelijke instanties. Als je een lening hebt gehad, kan je erin stoppen, je huurovereenkomst, je leaseovereenkomst, kortom alles wat continu doorgaat. Je hoeft geen foto te maken. Deze presentatie komt online te staan. Kan je het allemaal nog een keer teruglezen. Een mapje met correspondentie lijkt misschien wat achterhaald, aangezien alles met e-mail tegenwoordig natuurlijk wordt gedaan. Maar ik kan me zo voorstellen, als je met bepaalde leveranciers of klanten afspraken maakt, dat je die filet. Dat je daar een fysieke gekleurde handtekening op wilt hebben staan. Dat je die netjes in een aparte map. Inkopen, verkopen zijn eigenlijk hetzelfde. Inkopen voor de crediteuren. Verkopen je klanten die aan jou moeten gaan betalen.
Twee tapjes, openstaande posten en betaalde posten. Schrijf er even gewoon heel simpel op. Betaald, Rabo, 15 oktober. Je kan het dan altijd, als er een vraag terug is, kan je het zo zien. Doe je het financieel systeem zelf beheren door middel van zo'n web-based applicatie, kan je het daar ook altijd in opzoeken. Maar het geeft even net heel snel gewoon meer inzicht. Een mapje voor je bankrekeningen, waar ook je kasadministratie in kan zitten. En stop ook achter de bank je pinbonnetjes. Klein tipje, kopieer ze. Met een, onduidelijk. Ja, precies. Met een bewaartermijn van minimaal 7 jaar. En stel dat je over 6 jaar controle krijgt over 6 jaar geleden, dan kunnen ze die pinbonnen echt niet meer lezen. Kopieer ze daarom. Het is even werk, ik weet, het kost geld. Ja, klopt. En tijd. Maar dat is nou eenmaal het nadeel in dit land. Een map voor de omzetbelasting. Je krijgt nu nog, als het goed is, 1 keer een briefje van de Belastingdienst dat je aangifte moet doen. En volgend jaar krijg je hem nog maar 1 keer. Dat je geacht wordt om 4 keer per jaar of 1 keer per jaar aangifte te doen. Jij moet kunnen bewijzen waarom jij die aangifte doet. Je doet zelf aangifte. Dus het is niet een aanslag die je opgelegd krijgt. Je doet een aangifte. Zo van, ik wil alsjeblieft 3000 euro btw betalen. Dan moet je kunnen bewijzen waarom dat dan 3000 euro is. Dat is handig als je dat dan allemaal even bewaart achter die btw-aangifte. Komen we weer op die afspraken, urenverantwoording, tijdsregistratie. Voor 3 euro een agendaatje bij de HEMA is prima. Doe je het digitaal, ook prima, maar zorg in ieder geval dat je het print. En dan nog een map, kan eventueel ook bij permanent, maar die raakt vrij snel vol. Met je jaarrekeningen en je aangiftes inkomstenbelasting. Ook op het moment dat je gaat ondernemen in de besloten vennootschap, zal je aangifte inkomstenbelasting structureel wijzigen. Dus wees daar ook dan alert op. En de jaarrekeningen kan je natuurlijk voor een legio dingen nodig hebben. Hè, als je natuurlijk een keer een financiering moet hebben of niet. Zelf doen met hulp of controle achteraf. Ja. Excel. Ik ben er geen voorstander van. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ja, maar het is heel fout. Ja, maar ten aanzien van administratie is het heel foutgevoelig. Als je ergens een keer een formuletje overschrijft of een koppelingetje staat niet goed, dan ben je gewoon de sjaak. En je hebt er geen controle op. Kijk, het wordt niet gegenereerd. Het staat daar en dat moet je maar dan allemaal aannemen dat het prima is. Tuurlijk, op het moment dat je een klein ondernemertje hebt, bijvoorbeeld een stamrecht BV'tje of dergelijke. Prima. Er zijn 6 mutaties op jaarbasis. Maar dan ben je niet echt een starter als je een stamrecht hebt. He, dus over het algemeen, neem gewoon een goed financieel pakket. Je kan hem kopen of online. Online zijn er legio, Twinfield, Exact Online, Real Easy, Snelstart. Nou, er zullen die hier misschien beneden ook nog wel een aantal staan. Ja, en ga je wat groter worden, wat professioneler, dan kan je misschien zelf een pakket kopen wat je kan inrichten. En waar je eventueel met een accountant dan backups over kan uitwisselen. Misverstanden. Zelf doen is altijd goedkoper. Ja, dat lijkt het misschien, omdat mijn uren betaald moeten worden, of die van mijn collega's. Maar de tijd die je zelf bezig bent met die administratie, had je ook bezig kunnen zijn met een andere klant. Had je ook bezig kunnen zijn met een nieuw product. En als je het zelf doet en er klopt helemaal niks van, moet je mijn uren alsnog betalen, omdat ik het allemaal moet corrigeren. Afweging is ook weer afhankelijk van jullie eigen kennisniveau uiteraard. Nou, ik heb een heel goed boekhoudpakket, dus dan komt het allemaal goed. Nee, als u niet weet wat het systeem op de achtergrond met ingevoerde data doet, dan komt het helemaal niet goed en dan wordt het 1 grote bende. Ja, maar het is toch een kwestie van het een beetje getalletjes invoeren. Nee, dat is het niet, want je hebt een investering. Je hebt een bankbetaling. BTW, ja, BTW is aftrekbaar. Nee, in beginsel kan BTW aftrekbaar zijn. Maar het is geen definitie. Soms is BTW helemaal niet aftrekbaar. Of, ja, wat als we nou BTW verlegd gaan doen? Hoe moet ik dat dan in mijn administratie opnemen? Of verschillende tarieven? De wijze van boekhouden wordt beïnvloed door fiscale spelregels. Nee, je boekhoudt zo je moet boekhouden. En later namen we wat fiscale regels erop los. En tuurlijk kijken we naar wat is de omzet, wat zijn de kosten, moeten we misschien nog wat investeren. Als we nu investeren, hebben we dan nog een extra aftrek. Maar in beginsel staat boekhouden vast.
Excel is een basisregistratie. Het is geen boekhoudsysteem. En beloftes van banken en softwareleveranciers die pakketten verkopen. Wees daar heel alert in. Niet ieder pakket is geschikt voor jou. Een grote klant van mij doet bijvoorbeeld boekhouden in Synthes. Dat is een heel erg bouwspecifiek programma. Prima, hij zit in de bouw, is met projectadministratie bezig. Maar ik als accountant heb echt helemaal niks aan dat programma. Wees je daarvan bewust. Wees je bewust van de onderneming die je gaat doen en de administratie die daarbij hoort. Ja, de risico's. Dit is een hele belangrijke. Je hebt geen inzicht. Dus je weet niet wat je omzet is. Je weet niet goed wat je kosten zijn. Waar sta ik? Hoeveel btw moet ik nog betalen? Krijg ik misschien nog wat terug? Hebben alle klanten betaald? Wat moet ik nog betalen? Wat zijn mijn verplichtingen? Wat is die laptop nou nog in de boeken waard? Want laat me wel wezen, zodra je de mediamarkt uitloopt met die laptop wel niks meer waard. Maar in die boeken misschien nog wel. Je voldoet niet aan de wettelijke en de fiscale voorschriften. Dat brengt allerlei risico's met je mee. Als jouw bedrijf verplicht ISO gecertificeerd is, omdat je dat nodig hebt voor bepaalde klanten, en het bedrijf de ISO komt en die zegt, ja, sorry, maar je administratie is niet op orde. Weg ISO-certificaat. In de uitzendwereld, de NEN-VCA-audits. Als je er niet aan voldoet, heb je echt een probleem. Wil je krediet aan gaan trekken omdat je een tweede vestiging gaat openen, omdat je een specifieke inpakmachine nodig hebt of een productiemachine of whatever. Je gaat geen krediet krijgen als je geen deugdelijke administratie hebt. Als een bank of een kredietverstrekker er geen vertrouwen in heeft, kan je het schudden. Ja, en de forse naheffingsaanslagen van de Belastingdienst. De Belastingdienst is op dit moment een beetje op oorlogspad en alles wat je fout doet wordt beboet met minimaal 100% boete. Kan je het gewoon twee keer betalen. Het zou zonde zijn. Je hebt er zo verdomd hard voor moeten werken. Optimaal. Outen van de zaak. Kost geld. Kan voordeliger zijn. Ligt volledig aan het type auto. Hoeveel je rijdt. Wat voor onderneming je hebt. Is heel casuspecifiek. Als je er meer over wil weten, kom zo meteen gerust nog even langs. Maar het kan inderdaad heel fiscaal optimaal zijn om met een auto te gaan werken. Bedrijfsruimte thuis aantrekkelijk? Nee. Of misschien wel. Nee, want mijn kosten zijn niet aftrekbaar. En ja, wel, want ik heb geen externe kosten. Ik hoef niet een bedrijfsruimte te huren. Ik heb geen reistijd naar mijn onderneming toe. Ik heb geen reiskosten naar mijn onderneming toe. Ik kan in plaats van 8 uur effectief werken, misschien wel 10 uur effectief werken op een dag. Of met kinderen, die kunnen gewoon tussen de middag thuis komen eten, want mama of papa is toch thuis. Welke kosten zijn aftrekbaar van de winst? Alle kosten zijn aftrekbaar. Ook daarin moet ik jullie teleurstellen. Een werktas bijvoorbeeld is niet aftrekbaar. Maar ik heb hem wel nodig voor mijn werk. Waarom is hij dan niet aftrekbaar? Ja, dat zijn de fiscale regels. Andere zaken, werkkleding. Ja, maar ik moet er representatief uitzien. Nee, is niet aftrekbaar. Ik ben aannemer en ik heb veiligheidsschoenen nodig. Ja, die zijn wel aftrekbaar. Ja, maar waarom bij hem dan wel en waarom bij mij dan niet? Fiscale regels. Meewerkende partner aantrekkelijk? Ja, misschien wel, misschien ook niet. Als die partner mee gaat werken, kan je een beloning uitdelen. Verlaagt je winst, verlaagt je fiscale winst. Maar kan misschien ook wel weer van invloed zijn op een uitkering die iemand ontvangt. Of een zorgtoeslag of een huurtoeslag. Dus het is niet altijd aantrekkelijk om met z'n tweeën te werken. Soms kan het ook juist wel eens voordeliger zijn om het in je eentje te doen. Hoe factureer ik? En wat als ik dan naar het buitenland factureer? Op de site van de Belastingdienst staat een heel lijstje waar jouw factuur aan moet voldoen. En voldoet die daar niet aan, moet jij als facturerende partij de btw gewoon betalen. De ontvangende partij mag de btw niet aftrekken omdat de factuur niet voldoet. Dus jij moet hem wel betalen en ik krijg het niet terug. Dus ook aan jouw crediteurenkant bij je inkopen moet je alert zijn op de factuurvereisten. Voldoet die factuur die ik krijg wel aan de vereisten? Want als die niet voldoet, krijg ik de btw niet terug. In het geval van een controle, hè, bedoel. Ja, je zit het er in je witte. Ja. Lees op maar weg. Precies. Naar het buitenland, is het dan 0% of is het dan gewoon 21% of misschien is het wel geen btw?
intracommunitaire prestatieaangifte van leveringen en diensten naar en van het buitenland. Daar komt nogal wel wat bij kijken. Hoe doe ik aangifte? Ja, jeetje, ik ben een particulier en nu word ik ineens ondernemer. En dan moet ik het ineens allemaal ingewikkelder gaan doen via een speciaal programma. Oh jee. BTW-aangifte via een besloten gedeelte van de website. Of via je financiële software, dat kan ook. Via een BAPI-kanaal, kan ook nog. In welke rechtsvorm ga ik ondernemen? Eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschap, limited. Bepaalde fiscale constructies via wat leuke eilanden. Dat zijn allemaal zaken waar je wel heel goed over na moet denken voordat je gaat starten. En tuurlijk, als je eenmaal gestart bent in de eenmanszaak, kunnen we je ook nog wel later de BV inhelpen. Maar je kan het beter in één keer goed doen. Wat kan die accountant dan voor jullie betekenen? Wij weten hoe je een administratie voert. Wij kunnen ervoor zorgen dat je inderdaad geen fiscale risico's loopt, of in ieder geval zo minimaal mogelijk. We zijn op de hoogte van de fiscale regels, maar wij gaan ook ieder jaar gewoon een heleboel uur naar school om die fiscale regels op peil te houden. Die veranderen zo vaak en zo snel en dan is er weer een of andere hoge rechter die een grappige uitspraak doet en dan is het weer anders. Dat is voor jullie als ondernemer, als je niet uit dat werkgebied komt, bijna ondoenlijk om bij te houden. En daar kan je dus geld mee laten liggen. Inspelen op ontwikkelingen. Kijk, wij kunnen vanuit die administratie allerlei signalen oppakken van, hé, het gaat heel goed met je onderneming. Misschien moet je wel, nou, het gaat niet zo slecht. Misschien moeten we, nou ja, en vul zelf maar in wat voor zaken we dan kunnen gaan doen. Is een administratiekantoor ook genoeg? Dat is heel erg moeilijk voor mij om te beantwoorden. Ik ken administratiekantoren waar ik zelf ook mee samenwerk die echt prima zijn, top. Maar helaas ken ik ze ook die niet zo goed zijn. Als een ieder van jullie morgen een administratiekantoor wil beginnen, dan mag dat. Als een ieder van jullie morgen een accountskantoor wil beginnen, zal die eerste opleiding moeten voltooien. Zich in moeten schrijven in het register en netjes met zijn hand op het boek moeten zweren dat hij zich zal houden aan de regels en bepalingen, et cetera. Wij zijn een beschermde titel. Wij zijn een beschermde beroepsorganisatie, staan netjes in een register. We hebben onderling controleprocessen, dus mijn kwaliteit wordt beoordeeld door collega's. Mijn collega's beoordelen weer anderen, ik beoordeel mensen. Bij een administratiekantoor heb je dat veel minder. Maar nogmaals, er zijn ook prima administratiekantoren. Wat kost een accountant? Ja, ik denk als je naar PricewaterhouseCoopers gaat, dat je voor mij zo'n €250 per uur mag neerleggen. Maar ga je gewoon naar een wat kleiner MKB-kantoor, dan hoeft het niet duur te zijn. En je kan er gewoon afspraken over maken. Je moet er gewoon over praten. Joh, kunnen we het eerste jaar een budget? Ja, dat kan. Houden de uren bij, rekenen we achteraf af. Je krijgt tussentijds inzicht in de uren. Ja, kan het goedkoper? Ja, oké. Okay. Als je het zo en zo en zo aanlevert, dan kan het goedkoper. Praat erover. Maar wat wel heel belangrijk is, dat je een accountant neemt met wie jij een klik hebt. Bij wie jij denkt, ja, bij hem of bij haar, daar ligt mijn financiële leven en dat klopt. En dat is goed in handen en dat wordt goed bewaakt. En dat is belangrijk. Ik bedoel, als u denkt van, ja Lisette, het is allemaal leuk en aardig wat je daar staat te vertellen, maar ga dan naar mijn collega's. Want als er geen klik is, moet je het gewoon niet doen. Wat levert die accountant dan op? Ja, als hij het goed doet, kan hij gewoon heel veel geld besparen en fouten vermijden. Bijvoorbeeld zo'n kleine ondernemersregeling zou het toch zonde zijn als iemand net in de laatste periode nog factureert en dat dat €1200 kost. Of dat u net niet nog even tussen kerst en oud en nieuw snel iets investeert, waardoor u 28% cadeau krijgt van de Belastingdienst. Dat zijn wel zonde dingen en dat kunnen wij helpen voorkomen. Hoe kiest u? Er staan hier in beneden in de gang legio. Wij staan er met drie, waarvan ik dan één, om voorlichting te geven. Je hebt de site Daarom een accountant. Daar staan alle accountantskantoren van Nederland op. Kunt u gewoon eens rustig kijken wie zit er bij mij in de buurt. En waar heb ik een gevoel bij? En ga gewoon kennis maken. Kamer van Koophandel organiseert vaak ook spreekuren. Kunt u ook nog eens terecht. Staat er ook een aantal collega's van mij. Gevoel. Dat is belangrijk. Gevoel en vertrouwen. Nou, heeft u zo nog vragen, kunt u altijd even langskomen bij onze MBA-stand vlak voor
Zaal blauw, zeg ik uit mijn hoofd. En als u persoonlijke vragen heeft, kunt u die eventueel ook nog stellen op de website daaromeenaccountant.nl. Die komen gewoon bij mij en mijn collega's. We hebben onze beurt, hebben wij een soort mediadienst en dan beantwoorden wij allerlei vragen daarover.